Hittetraining. Nou, ik begin al een beetje te zweten. Nee, helemaal niet. Laat maar eens even met Guido Vroemen ja. uh, uh, dit onderzoek gaan duiden en kijken of ik nou inderdaad uh, echt met warme kleding ga trainen vanaf nu. Ja, en dan kan je dit zo klakkeloos doen, hè? Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport. Onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over slimmer presteren door te trainen met extra warme kleding aan. Zinvol of onzin? Ga je sporten in de warmte, dan kun je je lichaam daaraan laten wennen. Maar er zijn ook aanwijzingen dat langdurig trainen in de hitte ervoor zorgt dat je bij koelere temperaturen ook beter presteert. Hoe werkt dit precies? En helpt het al door je heel warm aan te kleden tijdens het trainen? En is dit eigenlijk niet gevaarlijk? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, hey goedemorgen. Goedemorgen. Wat een bijzonder onderwerp vandaag. Ja, vind je? Ja, de wintertijd is ingegaan. Ja. Het is bijna november. Uh, het is herfst. Het is donker. S ochtends en wij gaan het hebben over hittetraining. Ja. En uh, wel een bijzonder aspect van de hittetraining. We gaan op zoek naar de vraag: uh, wat is het precies? En wat is dan acclimatiseren? En wat is dan acclimeren? En waarom werkt dat dan misschien ook wel juist nu in de winter? Want jij hebt een interessant wetenschappelijke uh, ja. studie gevonden. Mm -hmm. Gaan we uitvlooien, uh, even kijken of er ook nadelen zijn... En uh, straks maar even bij uh, Guido Vroemen checken of hij dat eigenlijk ook een goed idee ja, vindt. Ik zou het, uh, ja, ik ben heel benieuwd, want uh, ik ben wel nou, overtuigd van dat daar wel wat in zit. Ja, ja want jij bent wetenschapsjournalist. Ja. Jij houdt uh, de studies die uitkomen bij. En toen, vertel eens, wat is nou de ja, aanleiding ik, dat we het hier vandaag over hebben? Ik mocht natuurlijk een tijdje schrijven voor Topsport uh, Topics, ja. de, de website, daar hebben we het al over gehad, voor uh, coaches, trainers. Met name van de, van de toppers in, uh, in ons land. Uh, dus dan uh, mocht ik altijd op zoek, moest ik op zoek eigenlijk naar studies die gedaan waren bij uh, een groep ja, elite sporters. Topsporters waarbij dan een studie is gedaan waarbij iets uitkomt. Of een voedingssupplement, of een bepaalde trainingsvorm, of een bepaalde nou ja, gadget. Die uh, liefst de prestatie dan bevorderend, zodat de coaches daar ook altijd aan, aan hebben. Nou, in dit geval uh, kwam ik deze interventie tegen. En dat is, uh, nou, hittetraining, denken we. Ja, dat uh, hebben we het al eerder over gehad. Ja. Logisch. Uh, maar toen altijd als beperkende factor. En ja. nu ligt er juist een kans. Nou, de, ja, als beperkend. Als in hitte, ja. beperkend op je prestaties. We hebben natuurlijk onze aflevering, hoeveel was het? Uh, dat we het over uh, sporten in de hitte hebben gehad. En wij staan in de show notes. Dat ja. is uh, aflevering 19 al. Dat 19, was toen in de relatie tot. Ja. Jouw bezoek aan de hittekamer in ja. voorbereiding op ah, de ja. Tokyo Olympics. Ja. Nou, dan is het idee: als jij voor uh, het wordt warmer in Nederland. of jij gaat naar het buitenland en je gaat je eerste loopje doen. Dan denk je: wow, Jezus, uh, ik kan niet mijn uh, tempo halen wat ik normaal gewend ben. Uh, dit voelt heel zwaar. Maar je merkt ook, vooral uh, deze zomer die we afgelopen uh, dit keer hadden. Uh, je went er op een gegeven moment ook Voor wel. De luisteraars aan. over drie jaar. We hebben het over 2022. Ja. Ja. Heel hete zomer ja. in heel Europa. Op een gegeven moment wen je eraan en dan wordt het ineens wat koeler. En denk je, hoe is het koud eigenlijk? Dus uh, nou ja, die gewenning, dat is uh, acclimatiseren. Dus uh, dat is, uh, ja, je lichaam uh, kan wennen aan warmte en ook dus aan sport en warmte. Nou, hoe doet het dat? Uh, eerst, waarom gaat eigenlijk die sportprestatie achteruit in de hitte als je niet gewend bent? Een uh, paar dingen. Ja, nou ja, je, je wil die warmte kwijt tijdens ja. de sporten. Ja. En wel eerder, denk ik, uh, vermeld. Ja, we hebben het. laatst ook een aflevering gehad over sporten bij de optimale temperatuur. Ja, klopt. En uh, zeiden we dat ook al: je bloed moet aangewend worden om uh, te koelen. Gaat ja, naar je huid. Ga naar je en huid. Is dus Schies. niet bezig met zuurstof. Ja, en dan is daarbij zweten, Verdampen van het zweet is daar een hele goede manier om uh, heel veel van die warmte kwijt te raken. Dus dat ga je doen. Uh, je verliest daarmee wat vocht. Maar het is met name dat de huidbloeding bloeding uh, uh, ja, neemt toe. Waardoor je spierbloeding weer minder wordt. Ja. En je hart gaat daarvoor compenseren, ook voor het verlies eigenlijk in, uh, in, in, je, in je vocht. Dus de hartslag gaat omhoog bij eenzelfde soort tempo of vermogen ja. wat, je, wat je fietst. Um, nou, dat, dat veroorzaakt een prestatiedaling op dat moment. Nou, uh, lichaam gaat meteen werken van merkt van hé, hey, dit, uh, dit willen we niet. Dus een van de dingen die er gebeuren is in ieder geval dat jouw zweetproductie effectiever wordt. Mm -hmm. Waardoor je sneller uh, of beter je warmte kwijt kan. Uh, en het andere is dat jouw plasmavolume, dus je bloed bestaat uit rode bloedcellen. Enerzijds, de andere kant is uh, ja, het vocht, plasma. Mm -hmm. Dat neemt ook toe. Dus je, je lichaam gaat vocht vasthouden, want die denkt van ja, we hebben gewoon meer vocht nodig, omdat we ook meer gaan zweten. En is dit proces toch even heel scherp? Is dit tijdens de inspanning of is dit een adaptatie naar aanleiding van de inspanning? Naar aanleiding van, want dit duurt ongeveer 7 uh, uh, tot 10 dagen, wordt Precies. altijd gezegd van heb je nodig om te wennen aan. Dus dat zijn de fysiologische veranderingen in het lichaam. Uh, wat je dan gaat zien na 7 tot 10 dagen, is uh, dat daarmee tijdens die inspanning je houdt hem beter vol. Je kan wel je tempo's draaien. En belangrijk uh, is dat je dat kan aflezen eigenlijk uit je kerntemperatuur. Mm -hmm. Want die blijft dan mooi laag. Lees onder de 38,5-39 graden. Want in het eerste geval, als jij niet gewend bent, dan gaat je, kan je warmte niet kwijt. Nou, ondanks uh, die, huid, die extra huiddoorbloeding gaat jouw kerntemperatuur stijgen. Nou, Dat wil je niet, want het lichaam gaat op een gegeven moment zeggen, ho, uh, dit is slecht voor ons. We gaan eiwitten, die gaan kapot, uh, noem maar op. Uh, en dat ligt ergens daarbij, die 39,5-40 graden, krijg je eerst die uh, oververhitting. En later, als het echt slecht gaat, hitte ja, Ook, ook overgaan, nou ja. over gehad een paar weken terug ja. in aflevering 113. En dus ervaring. je moet die kerntemperatuur laag houden, ook om in warme omstandigheden. En nou, daar past je lichaam zich aan in die week tot 10 dagen. Ja. En dat was bekend. En hoe we acclimatiseren, later zei ze: ja, maar je hoeft helemaal niet naar het buitenland om dat te doen. Je kan ook prima een sauna opzoeken, een hittekamer. Of zelfs, en dat is nog een beetje... Uh, ja, de ene keer wordt dat wel aangetoond, de andere keer niet. Na afloop van inspanning in een behoorlijk heet bad te gaan zitten. Okay. 40 graden. Dat lang volhouden. En op die manier uh, laat je je lichaam ook wennen aan hitte. En... Nou, acclimeer je op die manier, dus dat, dat is een verschil acclimeren. tussen acclimatiseren ja. en acclimeren. Acclimeren, ja. acclimeren doe je in je bestaande omgeving. Precies, een beetje kunstmatig. En acclimatiseren ga je echt uh, op de plek waar het warm is, uh, ga jij wennen. Ja, ja. nou. Dat is een bekend verhaal. Uh, Precies, tot zover denken vaste ja. luisteraars: hm, herhaling van zetten. Klopt. Maar. maar nou is al, ik kwam ben toch wel wat, wat, wat oudere studies ook al tegen. Uh, Alex Hutchinson heeft er ook over geschreven. Dat, dat zetten we in de show notes een uh, paar jaar geleden. En het was eigenlijk vanaf het begin af aan zei mensen van ja, maar ik heb ook het gevoel dat mensen die, op, uh, die geacclimatiseerd zijn ook beter presteren wanneer zij weer thuis op koele temperaturen uh, aan het sporten zijn. Ja, want dus... ik kan meteen al meeberedeneren, effectiever zweten, ja. meer bloedplasma. Ja. Ja, als je dat niet hoeft in te zetten om de hitte te lijf te gaan, ja, dan heb je ja, dat gewoon je beschikbaar te... voor je prestatie. Ja. Uh, alleen, uh, ja, het ging een beetje allebei de kanten op. Het werd niet uh, structureel aangetoond. En wat mensen zeiden heel vaak, er was geen controlegroep, Hé, hey, ja, maar ja, wat wil je? Jij bent naar buitenland geweest, ja. jij hebt wat harder getraind. Ja, vind je het logisch dat als jij terugkomt, uh, dat jij uh, beter presteert. Dus dat is weer die nuance die we ook tegenkwamen in aflevering uh, 16. Ja. Over de zin en onzin van hoogtestages. Klopt. Die, dat we zeiden het idee dat je daar meer rode bloeglichaam zou krijgen, is een fabel. Dat gebeurt niet. Maar ja, je bent wel op trainingsstage. Ja. En dat heeft sowieso een positief ja, effect. Ja, ik moet dat toch ook wel wat een beetje nuanceren. Fabel. Of in ieder geval de, de verwachte je hebt veranderingen. veranderingen. Ja. niet, niet aangetoond. wordt. Of dat er... Nee, dat klopt. Als je het met die placebo gaat. Uh, de nuance hebben we nog ook ja. met uh, Louis de La ja. Haye over gehad. Dat het effect van een trainingsstage in de bergen uh, helemaal gefocust heel groot kan zijn. Ja. Maar dat je het niet terug gaat zien in de hoeveelheid rode blikken. Klopt. En dus dan is eigenlijk. Uh, ja, zijn er waarschijnlijk ook nog andere effecten waarvan een psychologisch effect, mentaal, uitgeruster, heerlijk in de bergen. Er, dat valt gewoon niet uit te sluiten daar. Precies. Uh, en maar, dat werd dus hetzelfde gezegd over die hitte ja. stages in feite, dat ze zeiden: ja, wacht even, dit, de, de, je moet een controlegroep ja. uh, gebruiken. Nou, en eigenlijk bleef het een beetje op en af, en uh, maar waar de mensen de fout in gingen, die uh, de ofte, mensen, de, de onderzoekers, de onderzoekers. Of tenminste, het ja, is niet de fout, dat is voortschrijdend inzicht. Uh, de noren die deze studie, die ik nu heb samengevat voor Topics, uh, die, hebben dat, uh, die zijn er al lang mee bezig. En die waren ook eerst in het kamp, nee, het is uh, onvoldoende. Want ja, plasmavolume is wel aardig uh, om te zweten. Maar onder koude temperaturen eigenlijk, koele temperaturen, is dat zweten, doe je niet zo heel veel. Ik niet in ieder geval. Ik weet niet hoe het met jou zit. Uh, nou, ik kan het uh, ja, ook zo uh... Maar um, belangrijker daar, als je bij een duur inspanning, en dat hebben we ook wel uh, regelmatig, komt dat terug, is natuurlijk het aanbod van zuurstof. Zuurstoftransportcapaciteit. Ja, maar dat zijn weer die? Rode, rode bloedcellen. bloedcellen. Ja, ja, precies. En dan zeg je, als jij meer plasmavolume aanhaakt, en eigenlijk je aantal rode bloedcellen verandert niet. Ja, dan is maar de vraag of de zuurstoftransportcapaciteit wel uh, verbetert en lees of dat nou gunstig dan is voor jouw duur inspanning. Ja. Men verwacht het niet. Maar zeiden die noren van wat er, wat je niet moet vergeten, is dat uh, als jij langer gaat kijken, het feit dat jouw plasmavolume toeneemt en rode bloedcellen uh, aantallen gelijk blijven, betekent dat hematocriet, nou dat is het volumepercentage rode bloedcellen. Hè. Even nog terug, bloeddoping en EPO gebruik bij, bij wielrenners was op een gegeven moment, nou normaal is dat hemelkriet ongeveer 45%. 45% hè? Dus dat ja. betekent dat 45% van het volume van je bloed bestaat uit rode bloedcellen normaal. Nou, dat kan richting de 50 gaan, maar je had uiteindelijk had je Monsieur Soissant, uh, die had 60%. Ja, want zij gingen met bloedzakken kunstmatig extra bloed, bloed, ja. rode bloedcellen toedienen. Ja. En dat was uh, Bjarne Ries. Dus daar werd lekker mee gespeeld met het idee van hey, we gaan lekker die aantallen rode bloedcellen opkrikken. En daarmee verhogen er meer we het zuurstof. Dat beschikbaar is ja. voor de spieren. Ja, ja. Um, En nu dachten die Noren uh, na, en die zeiden ja, maar het is gewoon een prikkel al voor het lijf, als dat jouw plasmavolume toeneemt, je rode bloedcellenvolume blijft gelijk. Hematokrit neemt dus af. Ja, nou, zeggen ze zeggen, procentueel ja. heb je dan toch minder Maar dat lichaam streeft altijd naar uh, gelijk blijven. Homeostase. Dat uh, is natuurlijk het is begrip favoriete in de, woord in de fysiologie. Homeostase. Dus dat het lichaam dat. Toch een... even voor uh, zijstap mensen die nu voor het eerst luisteren. Het, uh, homeostase mee wordt bedoeld. Dat het lichaam op al die parameters voortdurend bezig is. Omdat. Helemaal in de juiste bandbreedte te houden. Ja. Je temperatuur, ja. je zuurstofpercentage, je bloedlichamen, ja. je bot weet ik ja. het Dus je lichaam het, is een ja. wonder. aan het monitoren van wat gebeurt er met uh, deze parameter, in dit geval hemetkriet. Ja, nou, dat hey, is in, in de nieren dan, want die nieren maken uiteindelijk EPO aan. Dat, uh, en die zien van, hé, het ja, percentage rode bloedcellen is, aan, is afgenomen. Ja. Om ons geval te slaan. Omdat, relatief, omdat ja. er meer plasma is. Dus die zeggen, nou, dat, uh, dat bevalt ons niet. Dat is toch een, een signaal wat aangeeft dat uh, de productie van rode bloedcellen moet opgekrikt. Dus die nieren gaan meer zelf EPO aanmaken. Nou, die EPO zet dan het beenmerg aan tot de uh, productie van uh, meer rode bloedcellen. Kortom, op die manier produceer je meer uh, ja, rode bloedcellen om die krijgen. Uh, in balans te in krijgen. Balans te krijgen. Um, toen hebben die Noren gedacht: van nou, als dat het geval is, misschien is er dan wel nog een gunstig effect, maar moet je veel langer wachten. Nou, en dat is eigenlijk, denk ik, het voortschrijvend inzicht wat zij nu laten zien: dat zij bij een groep uh, goed getrainde wielrenners ja de, deze groep publiceert heel vaak en altijd met elite uh, wielrenners mm. met een hoog VO2 max en dat is tricky hè Want natuurlijk vorige week heb jij onze Duitse professor aan de tand gevoeld zegt hey al jouw studies ja. zijn bij uh, beginners ja. maakt dat uit en toen zei hij ook dat is een fundamenteel probleem in de sportwetenschap klopt ja. dit is de andere kant van de schaal ja. dit is dus bij elite ja. moeten wel in de gaten en dat, houden en dat merk je wel dat zij ja zij publiceren daardoor behoorlijk veel maar nog wel heel vaak ook in deze studie 30 wielrenners is het toch nog lastig om echt hele duidelijke significante effecten te vinden. Kortom, er is altijd variatie. Maar wat ze in dit geval gedaan hebben, is uh, die 30 of 36 wielrenners in drie groepen splitsen. En dan hebben ze gedacht: Oké, okay, we gaan hittetraining aanbieden. Maar we, daarvoor hoef je niet naar de uh, Canarische Eilanden of uh, Zuid-Spanje. Jammer. Al die atleten <laughs> nee. dachten: Yes. We gaan het gewoon een, eenvoudig aanpakken. We laten jullie gewoon je training doen zoals je normaal doet. Als wel in de voorbereiding van het seizoen. 13 uur per week trainen ze. Oké, okay. valt. Ja, is pittig ja, aan één kant. Maar misschien ja. voor profwielrenners ja, valt dat wel weer mee. in. Die hebben we in ons ja. hoofd. Ja, ja, we hebben mensen die trainen 20 plus uur, en we hebben atleten die trainen drie uur. Ja. En dan hebben ze eigenlijk in de uh, één groep gezegd. Nou, Train zoals je het altijd doet en jij hoeft niet de warmte op te zoeken. Die andere twee groepen hebben gezegd: jij moet minimaal uh, vijf keer in de week 50 minuten uh, trainen in de hitte. Okay. Nou, en dan, uh, vijf keer per week. Ja. Veel. 50 minuten. Dus je moet. Nou ja, en de ene groep ging dan naar een hittekamer. Ja. Ja, die heb je bijvoorbeeld eh, op, op Apendal een, op staan, hè, op de VU, want uh, ja, dan konden ze precies monitoren, volgens mij zaten ze op 50, 60% van dan de lactaardrempel. Dus aan de ene kant is het een rustige training, aan de andere kant moet je niet vergeten van, ja, het is wel in de hitte, dus wel ja. pittig. 50 ja. minuten lang en dan vijf keer per week en dan vijf weken lang. Ja. Dat is intensief. Ja. Dat is echt wel training. En die andere groep zei ze, ja, maar je hoeft eigenlijk helemaal niet per se in de hittekamer. Je moet gewoon dat lichaam opstoken, want dat is inmiddels wel bekend. Je moet minimaal je kerntemperatuur boven die 38,5 graden uh, weten te brengen. Ja. Dat is eigenlijk koorts. Je creëert gewoon koorts tijdens het sporten. Omstandigheden, ja. 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 Uh, en dan uh, hoef jij. Ja, de andere manier om dat te doen is. Uh, ja, je kan natuurlijk in een warm bad gaan zitten, maar dat fietsen moeilijk, denk ik. Ja, ja. Of um, je gaat extra lage kleren aandoen. Uh, extra, ja, echt warme kleren. Gewoon lange broek. Uh, lange ja, lange draai, broek. Extra onder shirt. Ja, een, een muts op, handschoenen. En dan vaak ook nog gewoon zo'n regenpak aan. Serious? Ja, ja nee, als je oh. dat leest, dan denk ik. Want ik ja, hoorde van de week al uh, dit onderzoek aankomen. Ik ja. dacht, nou, ik doe een lange in plaats van een korte boek aan, maar dat is niet genoeg. Nee, het nee, echt, volgens mij het moet ja. echt heel warm. Essentieel is gewoon dat die kerntemperatuur omhoog gaat. En ja, dan moet je dus eigenlijk kunnen monitoren. Ja, dat, daar hebben we het straks met Guido ook nog wel we even. Hebben we het in 113 over gehad? Ja. Dat er nu natuurlijk op, allemaal ja. sensoren zijn die je op je hartslagband kan stoppen of op je huid. Die ja. Dat, misschien Als dat betrouwbaar zijn zijn is, zeg maar. En, uh, want ik zou in eerste instantie nog denken: je moet zo'n thermopil slikken. Ja. En dat misschien kan wel ook. echt weten. Maar leuk is het niet. Natuurlijk, geen fijn gevoel. En je moet het heel lang doen. In ieder geval volgens deze studie, vijf weken lang. Want die mensen die met warme kleren gingen trainen, deden dat ook vijf keer in de ja. week, vijftig minuten. Ja, en het idee Ommatig is, intensief. eerst ga je dan je plasmavolume toenemen. Dat is dan een signaal om meer uh, rode bloedcellen aan te maken. En at the end zelfs, uh, verlies je toch ook weer plasmavolume. Waarom? is end? Ja, nou ja, na die vijf weken. Want okay. zij meten het uiteindelijk... Als je stopt, of in die vijf weken? In die, aan het eind van de vijf weken doen ze weer hun metingen. Ja. En waar zij met name naar kijken is het hemoglobinegehalte. Ja, dat nou, is en... de waarde van het aantal rode bloedcellen. Ja, je hebt hemotriet, had ik het over. Dat is echt het volumepercentage rode bloedcellen. Hemoglobine, dat zit eigenlijk in je rode bloedcel. En dat is het eiwit wat de zuurstof bindt. En uh, zorgt eigenlijk voor dat, ja, die zuurstof. Ik uh, vertelde namelijk dat we deze aflevering gingen maken tegen een uh, ons bekende gezamenlijke kennis-IC-verpleegkundige. Uh, ja. En die riep meteen: wat gaat dan echt je HB-waarde ja. omhoog? Nou, dat kan dat, ik niet geloven. Dat is het. Nou, hij ja. kon niet geloven. Ja. Hij was zeer sceptisch. Ja. Dus dat meten ze dan en dan zien ze die omhoog gaan na vijf weken in allebei de groepen die die hitte opgezocht hebben, ja. in de controlegroep niet. Nou, en dan ik nou, zo ze, okay, kijk, dus er is een fysiologisch ja, effect. Ja. En moesten die mensen ook een test doen? Ja. En, en daar is ook een prestatieeffect. En daar wordt het spannend, want <laughs> precies, anders heeft geen zin. Deze gasten, die noren, ja, die, 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 die zijn ook slim. Die waren zin. natuurlijk al heel erg getraind. Ja, nou, die misschien, deels. Nee, zij hebben een hele batterij aan testen uh, laat zij los. Ze gaan niet meer kijken naar één inspanningstest, zoals uh, een VO2 max met een oplopend wattage. Ja, want ja. Nou, jij weet ook, daar komt een stukje motivatie, motivatie. bij kijken. Ja, ja. Zij hebben ook gekeken, dus die doen zij. Een VO2 max test. En dan kijken ze nou, naar welk uh, vermogen trap je uiteindelijk op het eind. Um, je lactaatdrempel, uh, dus met je, je drempel. Ja. Uh, meten. En dat is ook... Met stapjes omhoog je brengen gezien, je, vermogen. Daar hoef je niet. Die heb ik natuurlijk ook begin dit jaar gedaan. Dan hoef je niet tot uitputting. Nee, die, die kun je al eerder meten. En dan prik jij gewoon bloed uit je oor of je vinger. En dan kijk je gewoon naar nou, wanneer wordt het lactaat hoger dan 4 ja. millimol per ja. liter. Is het vaak. En ze hebben een 15-minuten test. En dat is wel een 15 minuten all-out test. Allemaal oh ja. op een ergometer. En uh, wel in koele omstandigheden. Precies. Kamertemperatuur Hitte 16, 17 ja. graden. Uh, en dan zagen ze uiteindelijk, maar ja, daar komt al een beetje, als zij dan die twee groepen samen brachten. Ik word dus te veel sceptisch In de sceptisch hittekamer in en uh, de, 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 de mensen met extra kleding. dan vonden ze duidelijk een, een, ja, meer vooruitgang in die groep ten opzichte van de controlegroep. Want die trainen maar, natuurlijk ook gewoon. Okay. Door. Dus ik zou zeggen, halleluja, slingers uit. Ja, maar nou ja, ik vind het altijd bezig. een beetje gek. Je begint eigenlijk met drie groepen. Ja? En je merkt voor de analyse, ja, ik moet die twee groepen toch samen uh, uh, komen. Oh, of... Want die groepen los hadden niet genoeg prestatieverbetering. Nee. Maar zei ze, het interessante was eigenlijk ja, dat. Dat komt natuurlijk ook door het hele kleine aantal proefpersonen. Ja, 13, 13 per groep, mm -hmm. 26. Ik vind dat best wel, nou ja, maar dat klopt. Dus dat, dat speelt mee. Maar uiteindelijk, als jij zegt van ja, dus uh, een uur per uh, of vijftig minuten uh, vijf in de hitte keer. vijf weken lang uh, elke dag, ja. nou vijf dagen in de week, dat levert wel een prestatievoordeel op. Weet we ook hoeveel? Uh, procentueel, ja, absoluut. Wat mogen we van, nou, 3% meer dan de controlegroep, iets een okay. paar procent. En dan, dan is het wel relevant dat het wel toppers zijn. Ja, Want dan ja. zit je natuurlijk, is je, je prestatieverbeteringscurve is al, max, is al erg opgerekt. Ja. Terwijl jij en ik als amateur, als wij zo'n een doen, dan valt het natuurlijk meer te halen. Ja, en het uh, belangrijke wat zij ook wel zeggen, is, en de, 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 het zat er met name in de groep met die extra warme kleren, die relatief beter presteerden. Echt? Ja. Ja, nou dat is dat fijn, is, want zeker. Warme kleren heb ik. Is makkelijk. Dat, gaan we dat niet dat kunnen we allemaal. Hè? Dus, <laughs> uh, en uh, nou, dan hebben ze voor extra, dat is ook nieuw eigenlijk in deze setting, gezegd: oké, okay, wat als je nou, je hebt het eenmaal opgebouwd. Ja. Uh, wat als je nou even een onderhoudsdosis aanbiedt? Drie weken lang en dan hoef je niet meer vijf dagen in de week, drie dagen in de week, vijftig uh, minuten fietsen met warme kleren aan. Ja. Dus dan zijn ze nog even doorgegaan. En dan bleek gewoon dat hemoglobine gehalte nog meer te stijgen. Bleef doorstijgen uiteindelijk. Dus dat die prikkel voor het lichaam om hemoglobine aan te maken, nu is het nog steeds de vraag van, komt dat door een verlaagd plasmavolume? Of de ver, ja, verhoogde ja, 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 ja. plasma. Nee, want uiteindelijk zien zij dat plasmavolume in deze uh, groep Afvormen. eigenlijk normaal geworden ja, maar is. Maar dat komt door wat je net beschrijft, die nieren gaan EPO aanmaken, dus het plasmavolume wordt weer real... of meet ze dat absoluut? Ik wou zeggen, ja, in percentages vroeg... wordt dat natuurlijk dan weer Ja, mogelijk. Zij, maar zij zeggen, er zijn wel meer mechanismen om uh, EPO aan te maken. En dan komt uh, dus uh, ja, zuurstof tekort relatief. Hè, of aantal mm -hmm. rode bloedcellen, mm -hmm. hemoglobinegehalte zelf is, is daarbij een, een factor. Maar ook uh, je hebt, uh, ja, ze noemen het heat shock proteins. Uh, hitte, uh, hittegevoelige eiwitten. Ja. Nou ja, dat lichaam zit behoorlijk complex in elkaar. Je hebt gewoon eiwitten die detecteren, die eigenlijk, die reageren op warmte. En uh, op de een of andere manier zit er waarschijnlijk een verbinding tussen de productie van die, uh, die hitte eiwitten. Die dan in de, ni de nieren gaan vertellen: ja, dit, uh, dit is signaal warm. is een. ja, het is warm, uh, maak voor de zekerheid maar extra rode bloedcellen aan. Mooi. Ja, en uh, ik hebben bedoel... deze Noren ook bestudeerd hoe lang dit effect. Nee, dat blijft is een goeie. Duren, want Dus, dat dus zij voorstellen... zeggen nu, uiteindelijk, als je dus op deze manier vijf weken. Even intensief en drie weken wat rustiger blijft trainen met die warme kleren aan. Kom je uiteindelijk een toename in je hemoglobinegehalte van nou, 5,7 of 6 procent. Zo. En dat is behoorlijk. En, want deze groep heeft ook veel in uh, hoogtestage studies gedaan. Je zegt, nou, dezezelfde groep. Ja. ja. En uh, dit is veel beter effect als je kijkt naar hemoglobinegehalte. Dan, dan een stage. Dus Lobie zij, loei, ik hoop dat je dus nog zij zitten een beetje te prikkelen van... ja, al die gasten die zo nodig... allemaal naar het buitenland moeten... en dan uh, in Mexico, Colombia of noem maar op... op hoogte gaan... En dan ah, komen ze terug en dan kijk je naar de toename van de gehalte, wat dan best wel uh, marginaal is. Maar, uh, 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 ja, je kan net zo goed gewoon lekker in Nederland blijven. Ja, en, We hebben uh, natuurlijk niet uh, al die uh, fijne effecten van uh, de mentale nee, uh, vakantiestemming. Uh, ja, uh, maar. maar het is voor recreanten denk ik, als het Exact. Kan doortrekken. Als je je niet kan veroorloven om op een dure hoogte-slash training in de bergen te gaan, ja. dan kun je En dus ik kijk ook wel gebruiken. anders naar nou, af en toe in die zomer, kom je wel eens mensen tegen, of naar nou, herfst ook wel. Het is best wel een lekkere dag en dan hebben ze inderdaad lange broek aan bij het fietsen. En uh, ook bij, bij het mountainbike denk ik, jee, want daar begin ik al best wel snel warm te krijgen. Ja. En dan denk je echt, die gasten hebben zich niet goed gekleed. Achteraf denk ik, misschien zijn het wel echt slimme rikken die gewoon die literatuur bijhouden en denken: nee, dit is mijn training voor dit vandaag. Dit is het, dus... dit is het. Wat goed, ja. laten we dat maar eens even met Guido Vroemen gaan bespreken. Maar niet voor dat. Jij zei al: ik schrijf voor Topsport Topics. Dat is ge, gebaseerd op topsporters. Ja. Voordat we naar Guido gaan, toch even leuk een aantal van onze eigen toppers in het zonnetje zetten en een aantal nieuwe vrienden. Dat ben jij niet dan zelf. Uh, ik ben ja. uh, absoluut geen topper. Oh. Mijn prestatieverbetering uh, loopt lekker door. Maar uh, topper ben ik nog. Lang niet. Wij kregen onlangs bij ons in de mailbox post@slimmepodcast.nl een hele toffe foto opgestuurd. Kijk eens op YouTube, zie hem in beeld staan. We zien hier aan een stalen stelage met grote ringen, vol intensief een blonde, van dame met een lange blonde paardenstaart hangen. Daar staat onder OCR Nation, uh, oftewel Obstacle Course Running, denk ik dan. Ja. Uh, in Stratton, Amerika. En wow. dit is Corinne Jansen. Wauw. En Corine Jansen, die schreef ons een bericht... Uh, ...naar aanleiding van de aflevering met Jens van Lier. En die schreef... ...verder wil ik jullie bedanken. Ik luister regelmatig naar de podcast... ...en probeer de tips toe te passen die langskomen. Misschien ook dus deze wel, Corine. Ga maar eens trainen met extra warme kleren aan. Dus... Nou, die vond ik bijzonder. Dus... ...jullie hebben ook een beetje bijgedragen... ...aan mijn wereldtitel... ...bij het WK Obstacle Course Racing... ...15 kilometer, dames 35 plus... ...in Amerika... En dan zegt ze, ik weet niet, Sander, heb je het applaus onder de knop? Zou uh, gepast zijn nu, hè? Even, uh, uh, ja. Applaus voor Corine. Aan. Cheering heet hij. Oh, je hebt hem niet onder de knop zitten, jongen. Ach man, te laat. Ja, hè, hè. Deze is voor jou, Corine. Superleuk. En dan sluit ze haar bericht af. Ik zal mijn lidsmaatschap, vriend van de show, dan ook verlengen. Nou, dankjewel Corien. Wat fijn dat je erbij bent. Inmiddels zien we dat al meer dan 100 uh, mensen dat gedaan hebben. Ik blijf sowieso, ik vind dat toch altijd bijzonder, die cijfers. Ik, ik zie het, het zijn statistieken: duizenden luisteraars per week. Uh, we zijn regelmatig structureel de best beluisterde podcast in de categorie hardlopen. Ja, beter dan de Pacer. Ja, ook beter dan de Pacer. Ik kan het ook bijna niet geloven, maar de data laat het zien. En we zien dus heel veel mensen die nu net als Corine, zeggen: ja. Vriend van de show. Ik uh, word het ook, net zoals uh, Harold Merts. En Christine Hiemstra. En Monique Kappert en Jim Hoefnagels. En Chad. En Chantor Pascal van Beek. En Peter Smit. En Charlotte van Westerhuis Ze zijn allemaal recent uh, uh, hebben zij één kop koffie per maand gedoneerd om onze podcast te supporteren. En die laatste naam. Ja, ik doe nu even een blokje fanmail. Hè? Want mm -hmm. uh, nogmaals, ik kan het toch niet helemaal geloven. Charlotte van Westerhuis, die schreef ons ook uh, een prachtige mail. Ik heb het echt al uh, meerdere keren aan diverse mensen voorgelezen, Charlotte. Zo tof vind ik hem, dat ik hem nu ook maar even in de uitzending wil voorlezen. Dag mannen, schrijft Charlotte. Eindelijk heb ik mij ook aangemeld als vriend van de show. Waarom het zo lang heeft geduurd, vraag ik mezelf ook regelmatig af. Want de afgelopen 2,5 jaar heb ik met zoveel plezier naar jullie podcast geluisterd. Helemaal omdat er zoveel herkenning is geweest, aangezien ik de afgelopen 2 jaar de Master Human Movement Sciences Sport en Nutrition in Maastricht heb gevolgd. En met mijn fysiotherapeutische achtergrond was ik net als jullie continu op zoek naar de toepasbaarheid van de vele onderzoeken die we onder onze neus geschoven kregen. Maar ook de vele onderzoeken die jullie hebben besproken van veel van mijn docenten. Met als kerst op de taart, mijn afstudeeronderzoek bij Kristen Jonvik in Noorwegen, die van het Bietensap. Kortom, bedankt mannen voor de vele trainingsuren. Zo veel leuker maken met jullie podcast op de, uren, eh, op de oren. Het studeren leuker maken door op een andere manier stof tot je te nemen. En het laten zien aan zoveel mensen dat onderzoek ook hartstikke leuk kan zijn. Toch echt bijzonder? Ja, zeker. Ja, nogmaals, ja. ik zie ook wel dat er duizenden mensen luisteren. Ja. Iedere week. Maar dit soort unieke berichtjes. We hadden laatst al Jeroen Vos. Deze mails. Ik vind dat toch wel heel tof. Ja. Laten we dan nu ook maar zeggen: al die berichtjes. Die mensen die denken: ik hoor nooit wat terug. Wij lezen het allemaal. En soms denk dan: oh, dat is zoiets moois. Daar moet ik even rustig voor gaan zitten om goed te antwoorden. En voor je weet zijn we twee weken verder. Ja, dus, uh, want uh, dat, dat soort grappen met die boeken en zo. Toen keek ik ook even in de mailbox. Het maar boek die, van Jens van Leeuwen. Ja, die, ja, ja dat liefst toch. Toen dacht ik, moet ik dat allemaal gaan lezen en reageren. Nou ja, ja nam uh, jij de taak op. Ja, maar, ja, ja. dus um, ja, leuk, leuk, uh, leuk dat we zo'n mooie community worden. En uh, steeds meer vrienden van de show sluiten zich ook aan bij de slimmer presteren Strava Club. En uh, die maken ook gebruik van die 25% korting in de webshop. Hè. Dus uh, als je nog geen vriend van de show bent, misschien is dit dan net het moment dat je denkt: ik ga naar vriendvandeshow.nl. Slash slimmer podcast en ik sluit me aan. Um, terug naar het onderwerp vandaag: hitte training. Nou. Ik begin al een beetje te zweten. Nee, helemaal <laughs> niet. Laat maar eens even met Guido Vroemen ja. uh, dit onderzoek gaan duiden en kijken of ik nou inderdaad uh, echt met warme kleding ga trainen vanaf nu. Ja, en denk ik ook wel uh, interessant. van, ja, Kan je dit zo klakkeloos doen? Hè? Ik bedoel, dit is allemaal natuurlijk mooi uh, gemonitord door onderzoekers. Die staan er natuurlijk bij als jij in de hittekamer ja, bezig bent om met die warme kleding. Ook gevaren. Ja, ik denk ergens ja, oververhitting. Dat wil je niet. Nee. Maar, uh... We gaan zoomen met Vroemen. We gaan zoomen met Boemer. Zoom, zoom, zoom. Vroom, vroom. Guido, goedemorgen. Goedemorgen, Guido. Goedemorgen, heren. Zit koffie je er... Erbij? Uh, ja, kopje koffie. Zit je er warmtjes bij? Ik zie korte mouwen. Ja, jongen. Ik stok hier echt uh, alles plat. <laughs> Dit, nee. Jij zit in een soort hittekamer, zie ik. Uh, okay. Ja, ik, uh, ik heb bij me aan het voorbereiden op warmte. Uh, <laughs> volgens mij gingen we het daarover hebben. <laughs> ja. Dus ik denk... Uh, ik moet niet te veel aan hebben, want het nee. is hier zo warm. Ja, of juist wel. Dat is dus de vraag die we aan jou gaan stellen. Jurgen heeft ons net bijgepraat over uh, fascinerend nieuw Noors onderzoek. Met uh, alle bijkomstige effecten. Nou, je hebt het uh, zelf ook even kunnen lezen. En we zijn nu natuurlijk benieuwd om van jou te horen. Enerzijds, als topcoach, of in ieder geval coach van serieuze atleten. Uh, waaronder ik, moet ik vanaf nu uh, met extra warme kleren ja, ja. gaan trainen. En anderzijds, in jou, jouw capaciteit als sportarts ben ik toch ook wel even benieuwd... zie je eventueel nog risico's of gevaren als mensen opeens met uh, drie dikke truien... Uh, gaan hardlopen of wielrennen. Maar laten we eerst maar bij de potentie van de, van de prestatiebevorderende interventie beginnen. Wat dacht jij toen je het las? Nou, op zich was het niet nieuw. Wel dus dingen die ze zeiden over uh, toename... Hemoglobine massa, dat was niet zozeer mijn insteek, dat ik dacht: Nou, um, daar, ga je, daar ga je veel winst in halen. Weet wel, als je warmte-training doet, en dat, dat doe ik wel vaker bij atleten, maar dan met, ja, omdat de wedstrijd die op het programma staat over een aantal weken gewoon een hele grote kant is dat hij in de warmte is. Ja. Dus dan moet je je daarop aanpassen. Klassieke hitte-acclimatisatie. Ja. ja, maar als je al aanpast. Als je dat soort warmte, um, uh, acclimatisatietrainingen doet, dan, um, dan, zal er, dan gaan er dingen wel veranderen in je bloed, maar vooral ga je een groter plasmavolume maken, aanmaken. Dus ja. het volume van je totale bloed neemt wat toe, met name het vocht. Ja, dat, dat, is, ook dat is gewoon deze een studio. aanpassing dat je, ja. Ja, precies. En dat is ook dat, zegt, dat is ook zeg maar een prestatiebevorderend effect, omdat je vullingsgraad, dus de hoeveelheid vloeistof, bloed, die je in je hebt, die is groter. En dat kan ook een voordeel hebben op de output van je hart. Mm -hmm. Mm -hmm. Meer vulling, meer output. Groter. Maar moet ik toch inbreken, want uiteindelijk dat plasmavolume nam uit in deze studie juist af, uiteindelijk. Het totale ja. bloedvolume bleef gelijk. <laughs> Maar ja. eigenlijk de verhouding rode bloedcellen ten opzichte van plasma... was daar in het voordeel van de rode bloedcellen Voor geraakt. Voor de luisteraars, Guido steekt zijn handen in de lucht ja. en zegt... Snap zeg, jij ja, niet. Ja. ja, nou ja, weet je, dus, dus, ik kan net zoveel studies dan... of een aantal ja. studies ook, die dat wel, hè, Weet je, het is een gewoon normaal aanpassingseffect aan warmteacclimatisatie. Ja. Vergroting plasmavolume, dat is heel erg duidelijk. Maar ja, dat staat hier dan weer niet hebben... Dat is gek. En ja. het, dan denk ik ook altijd van: hoe goed kan je, hoe betrouwbaar kan je plasmavolume meten en bloedvolume? Dat zijn ook wel volgens mij best ja, wel discussies we wel, over. wel, hè? Ja. Je hebt gewoon, weet je, dat is gewoon zeg maar naar het lab sturen, afdraaien buisje onderin zitten de cellen, ja, bovenop het okay. plas, dus, uh, hematocriet en plasmatocriet. Ja. 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 Ik dacht even dat je naar iets anders toe ging, maar dan ga ik je dan uh. nu gewoon vragen. Jij zegt: ik ja. heb atleten die laat ik uh, hitta-acclimatisatie-trainingen doen. En dan is het natuurlijk interessant, zeker als ze nog in Nederland zijn, zie jij dan in de trainingen daaromheen, in die weken dat ze dat doen, ook een prestatieverbetering? Zeg maar, zou je dat. Herken je het beeld dat als je geacclimatiseerd raakt, dat je ook beter presteert gewoon in koelere omstandigheden? Nou, ja, dat is heel suggestief. Ja, dat klopt. Maar laat ik zo zeggen, dat, dat laat deze studie zien. Dus dat zou je dan hopelijk ook moeten zien in jouw trainingsdata van je atleten die daarmee bezig zijn. Ja, maar dan moet je dus ook maximale prestaties ah, laten ja. verrichten. In die te, ja. hè? Dus als je submaximale prestaties laat verrichten, ja, misschien is het dan een klein beetje beter ten opzichte van wat je eerst deed. Bij... Daar kan ik nooit heel harde nee. conclusies Jij zegt in ieder geval niet meteen, ja zeker. Nu je het zegt, ja, dat zie ik altijd wel. Dat, zo nee. duidelijk is het niet. Maar ook niet slechter, hè? Nee, precies. Dus het kan nee. geen, ja. Maar ik zit nog even een stapje terug, hè? Want ben jij van de klassieke acclimatiseren van ga lekker naar het buitenland en ga daar uh, uh, tien dagen minimaal zitten, of zeg jij? Nee, blijf. Je kan prima in Nederland. Acclimeren. Ga acclimeren. Na, ga, acclimeren ja, ga naar Papendal of ga naar de sauna. Neem je fiets ja, dat mee. Is, en, uh, dat is het verschil inderdaad. Je hebt acclimatisatie. Dan ga je echt gewoon naar het gebied toe en dan zit je in dat klimaat. Ja. En als je daar geen tijd voor hebt, geen geld voor hebt, et cetera, dan kun je een acclimatieprotocol doen. En acclimatie is gewoon thuis in een soort lab-setting. Of dat in uh, extra warme kleren dus. Ja, maar wat voor een... Dan hebben ze... Dat kon ik niet uit dat uh, artikel halen. Wat hebben ze dan voor een thermosuit aan? Dat ja, klopt. een paar lagen. Een, uh, ja, een, ja, nou ja, in andere Volk studies elkaar. weet ik dat ze inderdaad uh, lage uh, muts opzetten, wol en ja. uh, noem maar op. En ook zo en zo niet uh, ademend maar regenpak. Ik kunnen het omdraaien. Wat de, een paar de weken roeiers, roeiers deden. Ja, ja. ja. maar een Denk paar weken terug roeiers. hadden wij het over de sensoren die de lichaamstemperatuur meten. Ik hoor Jurgen duidelijk zeggen, de effecten treden op bij boven de 38,5. Ja. Dus we zouden natuurlijk een trainings, nou niet protocol, ja. veel te duur woord, maar een aanpak kunnen maken dat we zeggen: Hé, hey, als je nou zo'n sensor hebt, ja, je moet zoveel extra kleren aan totdat die kerntemperatuur ja. boven die 38,5 komt." Eigenlijk wel, maar ja, de meeste mensen hebben dat niet. Dus die kunnen dat is <laughs> dan ook het gevaar wat er kan ontstaan. Ja. Dit dat is een ook gecontroleerde over. studie. De ja. mensen hebben een rectaal thermometer. Dus die weten wat de kerntemperatuur is en die houden ze constant. Ja. Maar ja, als je dat zelf gaat doen, je hebt, ja, je, je hebt geen idee hoe warm je bent. Je ja. kunt wel een thermometer erbij houden. Ja, of dus zo'n um, sensor op die hartslagband uh, waar je een paar weken terug over vertelde. Ja, dat kan ook. Alleen, ja, dat is een indirecte meting. Ja. Het is een afgeleide van je huidtemperatuur. En je wil maar zeggen, hoor ik hier in je voorzichtigheid, als je hier een beetje zelf mee gaat hobby experimenteren, voor je het weet, loop je jezelf de overhitting in. Ja, dat, Met... heb je, dat, dat risico is er, ja, dat ja. is en, zeker uh... niet. Uh, um, soms, er zijn dan ook als je dit soort um, trainingen gaat, gaat aanbevelen, dan heb je altijd mensen die denken oh, als het bij 38,5 al goed gaat ja. helpen. Dan is 39,5 <laughs> nog beter. Ja. Heb je het specifiek, specifiek over iemand nou. uh, ja, ja. die zo redeneert? <laughs> ja, ja die, die, die heb je. Natuurlijk heb je die, die gasten. En, ja. um, ze hoeven niet per se bij mij te zitten. Maar die heb je gewoon over de hele wereld. En zo wordt er gedacht. Ja. Ja. En, en die dat dan is natuurlijk uh, het gevaar. Precies. En, en dan die dan ja. denken, oh, 50 minuten normaal. Nou, dat doe ik twee keer 50 minuten. En dan ga ik bovendien nog uh, richting de 14e. Ja, Daar gaan we het volgende nou, week over hebben, uh, Jurgen. Over uh, atleten ja. die anders ja, nou ja, precies. Maar dat is zeg maar het gevaar. Weet je, Oververhitting is niet iets waar je denkt van. Boah, weet ja. je, dat is wel een risico. Maar ach, zo erg is het allemaal niet. Als nee, je eenmaal, is. zeg maar, echt oververhit raakt. Um, je bent niet zo snel weer, als je stopt, afgekoeld. Het ja. ja, duurt is wel echt lang als je een lichaam hebt op. Dat is een belangrijke waarschuwing ja, dus. Zeker. Dat en, we hier niet van, mee moeten gaan ja. hobbyen. Want in die studie zeggen ze, nou, ze moesten in ieder geval boven de 38,5. Maar ze hebben niet ja. erbij beschreven en onder de, weet de welke temperatuur nee. ze moesten blijven. Nee. Wat zeg jij, wat, waar, wanneer wordt het echt kritisch? Al bij de 39? 99, nee, 90, kritisch is dat, nee, dat 40. denk ik zeker niet. Nee, want weet je, er zijn nog heel veel... Metingen gedaan na nou, de 7-heuvelen-lopen, bijvoorbeeld dat soort zaken. En dan hadden mensen ook tussen de 39 en de 40 graden. Ja. En, en sommigen misschien zelfs nog iets daarboven. Maar dat is echt individueel. Sommigen kunnen snel doorschieten naar boven. En anderen kunnen het nog heel goed controleren. Ja, daar dus, ja. nou, is we geen hebben... algemene regel daarvoor. In aflevering 113 hebben we uitgebreid over dit thema hyperthermie gesproken. Dus ik raad iedereen aan, dat is pas een paar vier weken geleden. Dus ben je nieuwe luisteraar, scroll even terug. Ga naar 113, uh, tweede deel. Um, ik zie nog wel een kleine kans. Een beetje opletten dus, met uh, heel veel laagjes het bos in. Ik, ik zit ook te denken, Guido, ik zweet me, ik zweet sowieso al veel, maar als ik lange kleren aan ga doen en niet nodig heb, zweet ik me helemaal. Dat blubber. Dus dat is uh, on, uh, onhandig. Echter, aan het begin van de aflevering zei ik, wat een raar moment. 28 oktober, wintertijd, koud, donker. Ja. Hoezo gaan we het over hit hebben? Maar ja, ik niet. Maar er zijn veel mensen die nu natuurlijk de schuur opzoeken. Of de zolderkamer. En de tax opgaan. Ja. En ik hoor van die mensen dat ze dan altijd klagen dat het zo verschrikkelijk ja. warm is. Maar daar dat ligt natuurlijk. dan misschien wel een kans. Uh, ja. Ja, dus dat is inderdaad. Stel dat je dat wilt gaan. Uh, uh, dat je daar aan denkt, nou weet je, dat wil ik wel proberen en um, eens kijken of ik daar iets uh, aan, aan een voordeel kan halen. Ja, dan zul, je, dan zul je dat dus een aantal keren extra per week zo'n zo uurtje moeten gaan fietsen. Ja. Um, maar dan zou ik het wel, zeg maar, een beetje controleren. Um, eventueel als je zo'n sensor hebt, oké, okay, dan kun je die gebruiken. Heb je die niet, ja, dan zul je dus toch iets met um, monitoren aan de hand van je hartslag, dat die niet Steeds maar blijft oplopen. Um, ja, maar dat is dan echt die... een signaal dat je te warm wordt. Ja, en je gevoel erbij. Hè? Weet je, ja. Dit is echt een, een RPE-waarde. Wat, wat, hoe, hoe zwaar vind je het? En, en die warmte, als die heel erg gaat oplopen, dan vind je het ook heel zwaar. En um, dan moet je een beetje, zeg maar, onder de 7 zeker blijven. In die studie vind ik het heel bijzonder, want daar hebben ze mensen 50 minuten laten fietsen op 50% van ja. hun omslagpunt. Ja. Dat is dus easy eigenlijk, hè? Dat is helemaal niks. Nee. Daar krijg je volgens mij niet eens 38,5. Ja. Dus dat verbaast me. Maar dat, ja, nee, klopt. En dat is, maar aan de andere kant, ja, ik verbaas me ook altijd over de studies die laten zien uh, dat je een warm bad na afloop van een inspanning, ja. dat dat in ieder geval ook uh, uh, bijdraagt op? aan uh, acclimeren. In ieder geval ja, in de hitte dan, zeg maar. Maar het is wel een heel warm ja. bad, hè? Ja, ja dat zie is is alweer andere pin. gevaren. Ja. Brandwonden. Nee, 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 nee. Kijk, je temperatuur van een warm bad... 39, 40 graden. Ja. En tegenwoordig moet je dat niet doen... want dat kost je echt klauwen <laughs> met geld. Als je dat met gas ja. wil... <laughs> nou, te tenzij doen. je er dan weer met het hele gezin in gaat zitten. Hè? Dan ga jij als eerste bij 40 graden... en als hier wat afgekoeld is, ja. mag uh, vrouw of ja, man... Ik denk een de wetsuit aan. Gewoon thuis in bad met een wetsuit. Hè? Kijk. Ja, maar ja. dat is... God. <laughs> ja. Of op de. En daarna op de fiets. Gewoon op ja. die tax. Met je wetsuit. In je wetsuit. Ja. In je wetsuit Kijk. op de fiets. Nou, ja. dan hebben we het te pakken. Eén ding ik... wil ik nog benoemen: ijzer. Je moet wel extra ijzer innemen. Pardon? Want dat gebeurde in deze studie ook, werd even terloops gezegd. Ja, ja. Een pilletje ijzer. Nou, uh, hemoglobine. Uh, voor het binden van zuurstof is ijzer hartstikke belangrijk. Dus als je ja, naar alles. dat hemoglobine kijkt, dan zijn dat paar subunits, vier subunits, en dan zit daar ijzer in het midden. En ijzer is juist de plek waar het zuurstof bindt. Ja, maar en de dus slouwe wat... vraag. Ja, uh, want ik moet opeens denken aan dat onderzoek wat we laatst hadden bij wielrenners en botontkalking. Ja. hadden ze ook een programma gedaan, hadden ze ook opeens voeding gegeven, maar niet gecontroleerd. Mm. Is hier een groep geweest die geen ijzer slikte? Slash, nee. Guido, zal ik gewoon vijf weken ijzer gaan slikken? En nee, dan ook, uh... Allemaal, zelfs de controlegroep kreeg hier ijzer. Guido en ik... zit uh, ja. heftig knikkend in beeld. Ja. Ja. Ja? Kan ik daar iets ja, van verwachten? Ja. ja, nou ja, weet je, dus, dat is een factor die ze erbij hebben gedaan. Dan denk ik ja. Maar dan had je dus ook dezelfde groep mensen dit moeten laten doen zonder ja. dat ze dat ijzer kregen. Want daar kijk je juist naar. Dat is een van de factoren waar je naar kijkt. Dan denk ik, nou, dat is dan, ja, daar kun je niet keert zeggen. Uh, dat het helpt en zeker niet als je achteraf kijkt, uh, die twee groepen die bij elkaar worden gegooid: uh, de ene met de suit en de ander niet, hè, die je dan klassiek in een kamer heeft getraind. Dat het apart geen ja. uh, bij de uh, mensen die in die kamer hadden gezeten, niet zo'n effect had, en mensen met, met kleding aan wel, en bij elkaar had het ook effect. Ja. Ja, nee, het was, het was net even. Oftewel, er is die vastspraak van responders en non-responders. Ja, misschien? zeker. Oeh, maar die allemaal, hebben ze niet eens ingezet. Ja, het is allemaal net op het ja, randje. Ja. ja, als je kijkt naar de, de groep die ze gebruikt hebben: het waren 35 top met een gemiddelde V2 Max van, van 77. <laughs> ja. Nou, daar zitten wij denk ik in onze eerder in de aflevering over. Je zou ook kunnen zeggen, bij deze mensen is de prestatiecurve al zo ver doorontwikkeld dat interventies weinig zin meer hebben. Misschien heeft bij een amateur juist wel meer effect dan, toch? Ik zeg, laten we de studie gaan opzetten. <laughs> ah, dan gaan we nee. weer. We krijgen, het oh, nog ja. druk. we krijgen het nog druk. Ik ga wel in de controlegroep, ja? Ja. ja. En dan, uh, hey, doen, uh, <laughs> dan komen we tot de eindconclusie. Slimmer presteren door te trainen met extra warme kleren aan. Uh, zinvol of onzin? Ehm... Um, Onzin is um, een groot woord, zinvol is ook een te groot woord als ik jullie zo beluister. Maar wat moet ik hier nou mee dan? Ja, je, en het is, je moet het ook weken volhouden dus, in ieder geval. Ja. En een, uh, ja, uh, dus misschien is wel de grootste kans voor onze taxers, ja. die vijf keer ja. in de week in een warme kamer Precies. gaan taxen. Als ja. die nou eens in hun hoofd ja. inprenten ja. dat dat super zinvol is... Precies. Dan hebben we nog een, een beetje extra placebo-effect. Ik erbij. zou niet aan een wedstrijdje dan meedoen op tax, maar gewoon een, een nee, rustige we, duurtraining. Ja. En uh, eigenlijk kijken of jij je temperatuur kan monitoren. Of die echt. Uh, dat ja, maar je dat is een belangrijke krijgt. waarschuwing ja. van Guido. Ga hier nou niet te veel mee lopen hobbyen. Want ja. uh, er zit ja. wel degelijk lichte gevaar op de vloer. Ik heb, zeg maar, ik heb zelf voor Ironman Hawaii, uh, atleten die daar naartoe gaan, uh, thuis laten trainen vanaf twee weken voordat ze vertrokken daar naartoe... elke dag een uurtje... en dan was het ongeveer 60, 70 procent van de FTP. Okay. Controleert ja. met, met sensor, hartslag, power, alles. Je bedoelt en sensor met temperatuur, sensor dus. Ja. ja. En daar zie je wel in... dat de uh, respons, als je die, dat vermogen trapt... uiteindelijk een minder hoge temperatuur... Stijging geeft en minder hoge hartslagstijging geeft na die twee weken. Ah ja. ja, kortom, jij hebt gevalideerd dat acclimeren aan de hitte werkt. Nou is dus dat de vraag: is. als we deze mensen niet in Kona, Hawaii... in de hitte hadden laten racen, maar lekker hier in Nederland met 12 ja. graden, hadden ze het dan veel beter gedaan? Nou ja, weet je, als ze terug zijn, kunnen, kan ik dat op hun ja. schema zetten. We de, we, je hebt nu Kona gedaan vorige week, je bent weer thuis. Volgend weekend ga je hetzelfde in, uh, in Nederland doen. <laughs> Almere. <laughs> Lekker. Lekker in de poort. Ja, ik, We zetten het parcours af. Ja. En we kijken wat het wordt. Dat ja. kan niet, Guido. Want dan uh, hebben we die, uh, dat herstel van die uh, ja. hele race. Zit er nog in, natuurlijk. Ja. Oh. Ja. oh. Nou dat ja. Oké. Okay, ik hoor hier wat sceptisch in de kamer. Dus uh, <laughs> we blijven de. Ik blijf de literatuur volgen. Jij als blijft het, het volgen. Het uh, we ja, kunnen in ons hoofd printen. Als je een keer uh, verkeerde kleding hebt gekozen. en het is wat te warm. Ja. Uh, dat is alleen maar goed. Precies. Wees er maar blij mee. Nee, en uh, niet, ja. het is goed voor je plasmavolume. En dat uh, levert prestaties op. Maar om nou structureel hierin te investeren. Een beetje opletten dus. Mooi. Ja, als het oncomfortabel warm wordt. Hè, je denkt het wordt hier niet goed van. Het begint met te draaien. Duizeligheid, misselijkheid, Uit die draaien. Kappen. Alles. Kappen. Koelen. Precies. Mooie, mooie laatste toevoeging, Guido. Daarmee ja. komen we aan het einde van deze uh, aflevering. En uh, ga ik voor al die nieuwe luisteraars. die deze podcast nu net ontdekt hebben. nog eens een keer uitleggen. hoe je nou contact met ons kan zoeken. Uh, ik las eerder in de aflevering al wat mooie fanmail voor. Nou, dat kan op een aantal uh, manieren. Je kan ons vinden op social media. Zijn wij de slimmerpodcast op Twitter en Instagram. Maken we van iedere aflevering een eigen post? Leuke visual. Die kan je dan op Twitter retweeten of hartjes geven. Die kan je op Instagram hartjes geven, waardoor weer meer mensen die post vinden. En je kan ons natuurlijk op beide kanalen gaan volgen en DM'tjes sturen. Of je kan naar onze website, www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je via het menu van alle afleveringen een eigen pagina. Daar kun je reacties onderlaten. Of je kan die pagina natuurlijk die link even pakken rond WhatsApp naar mensen die zeggen: hé, hey, uh, misschien moet jij uh, als je binnenkort gaat taxen, gewoon een extra truitje aantrekken, want dat uh, levert wat op. Maar let op dat je niet overhit raakt. Of je kan net zoals uh, uh, ik voorlas, Charlotte, um, kan je ons mailen via post slimmerpodcast.nl ik vind het leuk om van je te horen. En zoals eerder al gewaarschuwd, soms duurt het even voordat ik er echt lekker voor ga zitten om iedereen rustig te beantwoorden. Maar we lezen alles per direct en we genieten ervan. Dus doe dat vooral. En als je het nog niet gedaan hebt uh, halverwege de aflevering, doe het dan nu alsnog. Ga naar vriendvandeshow.nl/slash slimme podcast. Doneer één kopje koffie per maand. En als je dat nou in één keer voor het hele jaar doet, krijg jij een maand gratis. En betalen wij maar één keer transactiekosten. Dus dat is een mooi voordeel. Mooi. En je greef er al aan. Volgende week interessant onderwerp: trainingsschema's ah. en uh, uh, het fenomeen microquitting. Gaan oh. we het over hebben. Vind ik interessant. Ja. Guido, dan ben jij er de hele aflevering bij. Dus daar kijk ik ook naar uit. Tot volgende week, Guido. Ja. Tot volgende okay. week. Hoi. Hoi. Hoi.